Yo kijkers van Online Teams en van hartelijk welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van FIFA 21 Ultimate Team. Goed jongens, we gaan natuurlijk verder waar we vorige week waren gebleven. Zoals jullie natuurlijk weten, baalden wij vorige week als een stekker. En de blessuretijd verliezen we nog. Dat was, ja, het was pijn, het was zuur, het was gewoon balen. Dit mag niet meer gebeuren. Dus, ja. Hopelijk, gaan we vandaag winnen, hopelijk, maar je weet maar nooit, hè? Je weet het maar nooit. Goed, prima. Ja. Ik heb hier twee transfers, komt dat ik weer wat spelers verkocht had, maar volgens mij heb ik, ben ik er niet in geslaagd. Verkocht twee, toch twee verkocht. Ah. 700 is er gevraagd. Die is 800. Oké. Okay. Dus daar hebben we het geld voor. Wow. Het is wel te doen. Gaan we divisions. Kijk. Ik kan tenminste wat krijgen voor een week. Topgemengd spelerspakket. Zullen we die even gaan openen? Laten we dat doen. Wie hebben we? Een Spanjaard. Een doelman. Van Roma FC. Paulo Lopez. Nou, daar kunnen we wel wat mee. Dus zitten genoeg spelers. Die hebben. Kijk, deze hier, die kan ik eruit halen. Liverpool. Die doelman, die hou ik heel even. Deze ook even. Ja, verkopen. Maar dan ga ik die keeper die ik er niet heb inzetten, dat is echt gewoon helemaal niks. Ga jij er maar even uit? Dan heb ik een Spaanse verdediger. Ik heb hem van Roma FC. Dat is goed. Dat is wel goed dat hij... Die is gewoon hier, kan ik? En zo niet. 4, 7, hij is 5. Hij speelt dus op 10, hij speelt 4. Als ik daar... Ik had Angelino weggedaan, hè? Frans. Juist, kijk, we komen er wel. Maar dan gaat die slechter spelen. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik moet hem echt hier. Dat die 7 bij 7, dat kan nog wel.
Verrat if ik kan niet proper kan. Hij is een Fransman. Ik heb nog een Fransman. Plus 4 geeft hij, plus 1. Zes, zeven, vijf. Hij geeft weer plus 2. Heb ik een andere rechts achter nog? Speel bij een Franse elftal. Nou, dan wil ik liever Denzel Dumfries erin. Plus 6, zetten we hem er maar in. Die zegt, ja, dit is veel beter, dit is veel beter. Je hebt geen contract, jij krijgt van mij even een contract. ...28 wedstrijden, oké. Okay. Dan is dit even onze opstelling. Dan gaan we nu een wedstrijd spelen. Een andere doelman erin. Ik denk dat het beter is. Spaanse. Ja, toch verdediger Angelino. Maar hij kan alleen links achter spelen. Dus moet ik een Spaanse centrale verdediger. Die... Er zijn genoeg Spaanse verdedigers, moet ik zeggen. Keuze zat. Dus, ja. Doe maar. Oh. Doe maar, ja. Speler van Ajax. Is rechts achter. Even mijn links achter. Goede spits. Dit wordt moeilijk. Hallo beste kijkers. Welkom vanuit. Zit nou weer voor een stadion. Het is een fraaie middag. De weergoden houden zich koest. Dus alle ingrediënten voor een mooie wedstrijd zijn... Why not? Ik ben Sier de Vos. Waarom niet? En naast me zit mijn gewaardeerde... Nou goed. Jeroen Guter, zoals gebruikelijk. Twee kleuren... Krijg de keeper? Jongens, we staan al voor met 1-0. We staan al voor met 1-0. Oh. Geef je het al op? Jongens, we hebben gewonnen met 1-0. Jongens, ik ga het hier de bladen bedanken voor het kijken. Nee, natuurlijk niet. Nou, dat is lekker. We hebben de 0 gehouden. Nog geen minuut gespeeld en de wedstrijd opgegeven. Krijg je er wel geld voor, dat is mooi. En nog beter, plus 40. En plus 34 wedstrijd beloning. Plus 390. Plus 200 erbij. Ja, ik heb weer wat verdiend, maar ik ga... Tja.
nieuw contract hebben. Oh, alsjeblieft. 28 is perfect. Nou goed. Tweede wedstrijd voor vandaag. Officieel. Maar dat was al te verwachten, want toen hij zag eigen doel, dan gaf hij het op. Toen maar, hij is ook goed. Goede doelman. Iets van net over de 80, 79 heeft hij. Een goede spits, Barcelona. Een Fransman. Kijk, we spelen thuis. In het roemruchte Wembley Stadium. In het voetbalgekke Londen. Luister naar Sier de Vos, daar ben ik. En naast me zit collega Jeroen Guter. Wij zijn de commentatoren van vandaag. Nou! Wedstrijd voor u in het speltype Division Rivals. Wat een wedstrijd wordt het. Maar wes. Tijden dicht, de voordeur op slot, een lekker drankje op tafel. Nu is de tijd gekomen. Nu is het tijd voor voetbal. Ja. Goed gedaan. Sinisterra. Balbezit veroverd. En nu heeft hij... Is het buitenspel? Ja, buitenspel is dat. Uitkijken. Hij heeft hem niet. Veel ploegen zullen jaloers zijn. Sorry. Deze twee clubs in huis hebben qua aanvalskracht. Wat verwacht jij van deze twee spelers? Tikkie. Onreglementair, abrupt. Geel meteen. En ik denk dat hij daarvoor geel gaat krijgen. Schach. En de kaartkleur is geel. De scheidsrechter strijkt met zijn hand over zijn hart. Ja, dat is nog eens genade tonen. Het had rood moeten zijn, vind ik. Ja. Je kunt er rood voor geven, maar Paul Lopez, de nieuwe doelman, Ivan M. Vogo niet meer, hij vind ik ja niet echt, niet echt ook bij ons team passen. Leg hem dan niet op jongen, goed zo. Lalana, de spits. Hij stoomt verderop. Daar gaat hij, daar gaat hij. Weggeplokt, gevaar geweken. Ze mogen inwerpen. Ja, voor druk zetten wordt hier beloond. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Komt hij de voorsprong. Flink uithalen maar. Hier laat de doelman zijn waarde zien. Formidabel. Zo, we hebben toch al een aantal pogingen gehad. Afslachtige poging. Om maar een kans van te maken. Steven Zonzi. Fazio. Fabian Scheer. Scheer. In het midden van de 16. Ja, het was wel een prima voorzet. Maar ze komen er niet aan. Maar niemand. Daar gaat het balbezit. Door dat druk zetten komen ze weer in balbezit. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Marcus Rashford. En Dembele aan de bal. Dembele, Dembele, Dembele. Die zet. Ja, die bal gaat erin. Ousmane Dembele. Oh, ja, als je Dembele erin had en zo. De score is geopend. Het is 1-0. Zet verder door. Daar verovert hij de bal. Marcus Rashford, listige steekbal. Ja, had... En dan is het 2-0. Nee, Paul Lopez. Mooi gedaan. Ja, dat doet hij geweldig. Hij laat die doorgebroken speler niet scoren. Hoekschop in het centrum verplaatst. Een poging die bal weg te werken is lukt. Wie had het doen, man? Nieuwe hoekschop. Corner voor het doel gebracht. Komt ook. Keeper komt. Wat doet de keeper daar? Hij stond net buiten. Hij keurde hem af.
Fabian Scheer. Nou, dit is een belangrijke onderschepping. Want het was zonde. Een belangrijke steekbal. N'Golo Kanté. Davinson Sanchez heeft de bal. Alleen... Is hij alweer voorbij? Is het 2-0? Hij zit en wordt nog groter. Oussama Dembele. De tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Een split van 86. Dembele, derde doelpunt van hem. Nee, die doelman redt. Ousmane Dembele. Oh jongens. Waarom zo'n... Een geweldige ingreep van die verdediger. Gevaar voorbij. Ze geven de bal weg. Zit geen overtreding. Adem Lallana. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Comets, weer aan de bal. Pasen de diepte van Kanté. Goed geanticipeerd op die bal. Aan de verkeerde kant van de paal en langs. Nou. Het gaat niet helemaal goed, zo wat ik gepland heb. En de bal gaat naar de tegenstander. Mooi, mooi gedaan. Steven Nzonzi. Ah! Dat is een enorm risico. Dat is jammer. Hier een sluiting te maken. Marcus Rashford. Ah shit. Comets. Steeds dichter bij het doel. En dan nu een mogelijk... En dan maakt hij juist een derde. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. De wedstrijd is al in de eerste. Ja. Kijk eens naar die voorsprong. Wat gaan we nu doen? Ja, we moeten doordrukken. We moeten in de tweede helft wat gaan doen. Ousmane Dembele. Wat gaat hij nu doen? Dat is op de bal. Bij zo'n ingreep moet je echt goed weten wat je doet. 1 minuut extra speeltijd wordt aangegeven. Steken. Gevaarlijke steekbal. Daar kan hij niet bij. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Verdediging effectief hier. Ah, dat is zonde dat daar die bal niet goed voorgezet kreeg. Voor de thee in de kleedkamer. De stand is 3-0. We gaan zo verder. Ja, dan wil ik kijken wat hij allemaal aan het doen is. Prima wedstrijd op de mat. Je hebt van die spelers, die zie je eigenlijk nauwelijks in de wedstrijd. Maar deze aanvaller is eigenlijk al... We hebben wel meer de bal. Je gaat heel even nog zo laten staan. De twee ploegen zijn hier weer aan het voetballen in de tweede helft. Met een bloeiende treffer zal Comets zijn voorsprong vast kunnen houden. Alle ruimte op de flank. Moussa Sissoko. Marcus Rashford. Rashford heeft... Einde aanval. Rashford is ook een goede speler. Mangani. Steven Nzonzi. Waarom zo'n slechte paasjes allemaal? Maar wat een redding is dit, zeg.
Adam Lallana. Ja. Daar gaan ze net te laat. Hij speelt hem slim. Geen probleem die bal voor de doelman. Riyad Mahrez. Hij rukt op richting tegenstander. En wie het laat, hè? Bal weer kwijt. En nu steken. Ja, dat is toch genieten. Was een paar. Maar die verdedigers die zijn ook ontzettend goed. Daarmee moet je ook dat je er gewoon niet door kan. Dat heb je wel, dat je er gewoon echt... N'Golo Kanté. Echt niet door kan. De neemt over. Dit is goed. De scheidsrechter geeft ze een corner. Hij is wel moe. Laten we hem erin zetten. De trainer heeft besloten hem naar de kant te halen. Ja, en als je dan naar de tribunes kijkt, de respons is... Kan hij hiermee? Zet hem maar voor. Sinisterra, nee. Michael kan die bal makkelijk hebben. Theo Hernandez. Nou, dat is toch niks aan de hand? Overtreding van een speler die al geel heeft. Moussa Sissoko. Ja, dit is het type bezit. Ik zou je één ding zeggen. Dat de keeper beter is dan die we hadden. Statistieken liegen niet, zie je. Deze wedstrijd zou wel eens een heel beschadigd agressief kunnen krijgen. Moet je nou toch kijken, die verdediging. Die geeft de ene naar de andere kant weg. Hij speelt zijn tegenstander. Zie je? Daar zit iemand tussen bij dat schot. Nou kom ik erdoor. Maar nu zitten we vast. Hier. Maar ik vind dat FIFA te laat reageert. Ik klik op I en dan wacht hij 2-3 tellen. Terwijl dat hij hem goed moet geven. Ik klik nu op I en dan gaat hij pas nu pas geven. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Hier, nu weer. Bal weer verloren. Dat is niks. Moussa Sissoko. Ik ga daar meteen twee wisselen. Maxima. Komt steeds meer naar voren. Voorstel. Ja, 4-0. Kan die nu ook doen, is ja? Wat is dat? Dus heb ik... Nou, dat wil ik eigenlijk niet, die drie. Ja, goal! Oh, hou me vast! Dit is de hemel op aarde, wat een doelpunt! Zo uit de lucht geplukt! Wat een volley! Technisch perfect! 4-0, flink onderuit gegaan dus. De thuisploeg wordt op alle vlakken afgetrokken. De grote teleurstelling van de fans. En hier komt 5-0 aan. Soms dan heb je van die wedstrijden... ...dat je goed speelt en soms ook weer niet. En dit is er eentje dat je slecht speelt. Maar je moet toch proberen om de wedstrijd uit te spelen. Het wordt wel een inworp. Waarom? Dan krijg je het geld nog. Want als je nu opgeeft, dan krijg je helemaal niks. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Maar ik kom er ook niet doorheen bij die verdedigers van hem.
10 minuten in de reguliere speeltijd. Hij heeft ze echt dicht gemetseld. Ja, en dat is gewoon niet meer normaal. Ik kom ook... En nergens doorheen. Keeper heeft ook niet veel moeten doen. Hier, dit is buitenspel. Dit is 100% buitenspel. Maar het spel wordt afgefloten voor buitenspel. Dat was op het randje. Dat is al veel eerder. Kijk, dan heb ik hem. Dan kom ik dan nu erbij. Ja, nou zit hij wel. En dit is wel 1-5. Toch nog 1 in. Al maakt dat voor het resultaat verder niets uit. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. João Cancelo. De bal moet ingegooid worden. Moussa Sissoko. Hij laat de tegenstander achter zich. Op naar een doelkans. Ja, die paas werd te laat gegeven. Meer voor hun buitenspel. En er staan veel buitenspel. En dat is wel... Aan de ene kant fijn, want soms word je helemaal gek van dat je de hele buitenspel staat. Wat zie je nou allemaal nog doen? Aardig op stoel. Weer een goede tackle. 2 minuten. 2 minuten speeltijd bij. Volgende week... En dan de voorzet. Ga wat anders doen. Nee, hij... Ja, wat anders. Want hij moet er gewoon. Ik denk dat het te maken heeft met zijn. Want deze man hier die is ook veel te sterk. Klaar. Hop, 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 verder. Overslaan, hop. Weg ermee. Nou, volgende week beter. Hoop ik. Maar het ligt eraan aan tegen wie dat je speelt. Plus 240 is 830. Doelstellingen 1. Uur is dit voorbij. Gaan we die ook heel even doen? Dan hebben we toch weer een half uurtje erop zitten, hè? Een spits, Zahavi. Van PSV, die is zo goed. Zahavi. Ik ga die toch pakken. Laten we jou heel even. Kijk waar die Zahavi staat. Ik heb promes eruit gehaald. Dat moet eigenlijk ook niet aan. Dat is iets beter. Ja, het ligt gewoon aan tegen wie dat je speelt.
is de Huisman? Die heb ik nog nooit erin. Nou goed. Dat zien we dan nog wel. Oké, ik ga het in ieder geval hier zo laten. Wij zien elkaar gewoon weer volgende week vrijdag weer terug. Vanavond ook weer een vraag over het afgelopen 5 jaar. Dus hou dat goed in de gaten. Ja? Dan zien we elkaar volgende week vrijdag gewoon weer terug. Kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot volgende week dan weer, jongens. Mazzel!